Medewerkers van Monumentenwacht Overijssel inspecteerden dinsdag op 40 meter hoogte het dak en de muren van de Lambertusbasiliek. Volgens Hans Morsinkhoff, woordvoerder van de stichting Restauratie Sint-Lambertusbasiliek, is het dak aan het verzakken. Onderzoek heeft uitgewezen dat de spits niet meer helemaal goed op de toren staat. Dus we praten nu eigenlijk over twee dingen. We praten over een restauratie, maar die restauratie is ook uit bouwkundig oogpunt noodzakelijk. De bovenkant van de toren is de voet van de spits. Dan drukt de spits op de muren, waardoor de spits stenen, bakstenen naar buiten drukt. En als we daar niets aan doen, dan loop je het gevaar dat op enig moment over van 40 meter hoogte bakstenen naar beneden vallen. En iedereen weet, daar moet je niet onder lopen. Er zaten ook veel losse stenen tussen. Reden voor voorzitter Henk Dassen van de Stichting Centrum Management Hengelo het kerkbestuur namens de ondernemers 125 speciaal gebakken stenen aan te bieden. De restauratie vindt plaats in 2015, het jubileumjaar. Dan bestaat de Lambertusbasiliek 125 jaar. De provincie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stoppen veel geld in de restauratie, maar dat is niet voldoende. Ik ga u nog niet verklappen hoeveel geld het kost. Dat heeft een reden. We hebben daar natuurlijk plannen voor en die plannen hebben ook kolommetjes met cijfertjes. Alleen, het zijn nog niet de definitieve cijfers, want daarvoor is die inspectie ook bedoeld. En bovendien, als wij alle cijfers naar buiten brengen, maken we het de aannemers wel heel gemakkelijk om een prijs te maken. En dat is nadrukkelijk niet de bedoeling. Maar we hebben op dit moment ongeveer €500.000 aan subsidies binnen. Mensen die inderdaad de goede bakstenen hebben, die zijn van harte welkom. Maar geld is misschien beter, want een hoop van die bakstenen moeten opnieuw gebakken worden. En dat is misschien beter en ook prettiger als mensen inderdaad gewoon geld overmaken. Dan zorgen wij wel dat er bakstenen van komen. Ook pastoor Oortman ging persoonlijk boven een kijkje nemen.